Yo, Roofmeisjes. Weer een nieuwe uitdaging hier. Ik ben hier bij de Hefbrug in Rotterdam. Echt het enige stukje dat na het bombardement zo'n beetje overeind is gebleven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik ben hier met Mehmet Boeyo-Kilmaz. Die gaat me eens even laten zien hoe je hier gewoon roofblij midden in de stad vangt. Ik vind het een hele bijzondere vis. Ik krijg er ook nooit vat op hoe je ze nou precies moet bevissen. Hij heeft weer het wiel uitgevonden. Hij is niet alleen een goede zeebasvisser, snoekvisser. Hij vangt hier ook flinke roofblijen. Dus ik ga hem nu even een bezoekje brengen, kijken of hij al wat gevangen heeft. Het getijde schijnt goed te zijn nu. Dus ik heb alle hoop op een goede uitkomst. Ja, het regent een beetje, dat is wel weer jammer. Ja, we zijn niet van suiker toch? Let's go! Mooi Mehmet. Hey! Het is nog geen extreem grote, maar het is er één in ieder geval. Goeie begin. Oké. Het is binnen de tiende worp, dus goede start. Kijk dan joh. Gewoon midden in de stad man. Mooi dat geluid op de achtergrond, een beetje beatmuziek. Toch? Mooie verbouwing. Ja. Ah, net de vis man. Hoppatee. Ja, een grote verspil hier, jongen, aan deze kant. Yo, Mehmet. Hey, shoot. Al lekker bezig hier zo? Ja, inderdaad. Lekker in Rotterdam, hè? Ja. Potje roofblijen. Potje roofblijen, inderdaad. Dat is wat anders dan tijdens snoeken of zeebaarzen. Ja, snoeken, zeebaarzen, maar roofblijen ook heel erg leuk. Ja, midden in de stad. Midden in de stad. Vet hoor. Groot water. Het is... Eigenlijk een verbindetje tussen twee rivieren. Ja. Stroomt keihard hier zo. Nou, dat is ook wat de roofblij natuurlijk heel graag wil. Ja. En ja, en zeker hier met die brugpijlers heb je eigenlijk een breking van de stroming. Okay. Een breakinering, gaat het draaien. Dus al die aasvis die raakt gedesoriënteerd hier zo hier rondom de brug. En die zijn de lul. En ja, letterlijk wel, ja. En daar zit de roofblij achter. Die ziet ook af en toe echt erop springen, op knallen. Ja. Zit er niet bij het juiste getijde? Inderdaad, kijk. Toevallig, die meneer daar heeft er één. Oh, cool. Het is ongeveer een uur of anderhalf na hoog. Dan komt die stroming er aardig in. Ja. En dan kun je eigenlijk bevissen tot laag. Dan stroomt het hier echt als een malle. Je ziet het ook. Dat is, als ik 20 gram weggooi, dan haal ik de bodem niet eens. Maar het vervelende van hier is, die zitten echt tegen de brugpijlers aan die beesten, meestal. Dus het is gooien en je moet echt binnen een paar slingerslagen moet je een aanbeet hebben. Anders heeft het eigenlijk weinig zin. Inderdaad, de laatste 20 meter kun je gewoon snel naar binnen draaien. 99% geen aanbeten. En en er zit van alles wat. Af en toe ook een baasje tussendoor die wat hoger zwemt. Ah joh, oké. Ook in de volle stroming? Ja, ook in de volle stroming inderdaad. En en roofblijen zeker tot de 80 zijn gevangen hier zo. Nee, zelf, mijn grootste is hier 75. We zijn net een hele grote verspild hier vlak voor de grote verspild, maar dat is het ook. Gisteren ik ook weer aan deze kant. En gelijk een aanbeet bij de brugpijler en hij zwemt zo de brug onder. Dus lijnbreuk gehad. Zonde. Ja. Doe je niks aan. Wie weet, vandaag, vanmiddag. Ja, inderdaad. Dus we hebben een goede tij en ik zie al de sterretjes duiken. Dus er zit genoeg aasvis. En ik heb al wat erop blijven zien springen. Ja, zien jagen. Dus we gaan ons best doen. Kom man. Zeker.
super ingewikkelde techniek natuurlijk bij mij, of niet? Nou, dat valt eigenlijk reuze mee. Dat horen we graag. Ja toch? Ja. Het is, ik denk, ja, iedereen zou het echt kunnen doen. Het is echt niet echt een specialisme dit, dat sowieso niet. Ik zie echt zo snel binnendraaien als Rick Zimmerman. Nee. Nou, inderdaad, het is, je moet, waar ze echt graag van houden, zijn gewoon kleine aasjes. Ja. Dat is gewoon, en dan zeker in deze stroming, grammetje of 12 tot 20. Ja, maar goed. Dan vooral de vistechniek, wat is dat, waar komt nou, het in? Nou, dat is gewoon, eigenlijk is het gewoon, zodra je al watercontact hebt, dan is het gewoon je lijn strak draaien en dan gewoon met een constante snelheid, mag ook afwisselen, gewoon naar binnen halen. Maar redelijk vlot toch? Was redelijk vlot inderdaad, en dat maakt die aanbeet ook juist zo hard, want tijdens het snel naar binnen halen, en dan nog klappen ze erop, ja, in die harde stroming. Nou, dan nemen ze echt de eerste aanbeet, nemen ze een run soms, zeker een 70-plusser. Nou, echt runs van 10 meter, of wel meer soms. En dan is het... Maar soms, als je ze niet ziet, dan wil ik wel eens gewoon eventjes wachten. Dan laat ik gewoon even zakken, een metertje of twee. En dat ik dan naar binnen haal, dat wil ze ook wel eens triggeren. Maar echt iets van twitchen of dat je heel... Is niet echt nodig. Nee? Nee, nee. Zeker niet, want... We pakken ze ook wel eens op de oppervlakte. Oh joh. Ja, dan gebruik ik gewoon oppervlaktevluggen. Nou, heel vaak is het dan dat je inderdaad met de oppervlakte gaat twitchen. Maar soms zijn ze zo los, dan werpen, gewoon oppervlaktevlug recht naar binnen halen en toch erop klappen. Het is niet een moeilijke visserij, het is een kwestie van ja, de plek vinden waar ze zitten. En dit is eigenlijk zo'n hotspot waar ze altijd zitten, heel de zomer. Ja, heel de zomer zitten ze hier. Heel de zomer. Tot september kun je ze hier wel redelijk goed vangen. Zo, hier is het een beetje gedaan, Mehmet. Of niet? We gaan naar de overkant. We hebben drie vissen gevangen. Drie? Rien had er nog één. Rien had er nog één, inderdaad. Wel een paar aanbeetjes nog. Ja. Maar nog geen echte grote vissen wat we verwachten. Maar we gaan even naar de overkant. Okay. Voordat de brug open gaat. Ja, net stond hij dicht, heb je nog een paar worpjes gedaan. Ja, daarom. Je had er nog een paar tijdens het zakken. Tijdens het zakken waren aanbeetjes. Ja. Nou, we gaan lekker naar de overkant. We hebben er weer één, aan de overkant gelijk. Eerst een paar worpjes. In de regen. In de regen. Maar agressieve beestjes zijn het. Hè? Agressieve beestjes. Ja, dat wel. Ja, in die stroming altijd, joh. Die aanbeten zijn echt heftig. Heel leuk. Hengel is ook wel belangrijk, denk ik, bij Mehmet, of niet? Ja, eigenlijk niet een te zachte hengel, want ze hebben toch wel best een redelijk harde bek. Ja. Dus als je te zachte hengel hebt, ja, dan sla je wel eens mis. Ja, en je moet een beetje kunnen werpen, denk ik. Inderdaad, want zeker hier, ja, je moet echt afstanden van 40 meter kunnen halen. Ja. Met een gewicht van 12 tot 18 gram. En redelijk dunne lijn, want ga je dikker, ja, beperk al je afstand halen hier zo. Wat is de dikte waar je mee vist? Ja, 1400ste, 1200ste. Oké. Okay. En dan een voorslag van 1300ste erop. En dan, ja, ik vis dan met een 210. Eigenlijk zou hier 240, 270 geen overbodige lengte zijn voor de afstanden, zeg maar. Daar hou je net wat meer afstand mee. Ja, inderdaad. Net na de pijler kun je over de vis heen vissen, zeg maar. Ja. Maar met 210, met een goede lijn, lukt dat meestal ook wel. Alleen als je dan een beetje tegenwind hebt, ja, is het wel wat moeite. Wat voor werpgewicht van de hengel? Ja, ik vis zelf met een 14 grammer. Wel een redelijk strakke hengel, dus ik kan er ook aardig goed 20 grammetjes mee werpen. Mm-hmm. Maar gemiddeld, ja, werpgewicht van 21 gram is zat. Zwaarder hoef je niet te gaan hoor. Okay. Het zijn sterke vissen, maar je kunt ze goed handelen met een lichte stok. Maar je moet geen spaghetti stokje hebben, dat ook niet. Nee, ja, moet wel nee, lekker strak moet wel zijn. Een beetje body in zitten. Ja. Ja, die molen, veel inhaalsnelheid? 2500 molentje. Ja. En dan gemiddelde inhaalsnelheid van 80 centimeter. Okay. Zand.
nu wisselen voor kunstenaars? Ja, inderdaad. Het is eigenlijk, qua kunstenaars heb je eigenlijk niks bijzonders nodig. SP's van Spro, die doen het redelijk goed. Net als wat er hierop zit, zeg maar, met een spinnetje erachter. Ja. Waar ik zelf heel graag mee vis, is de Powertail. Oké. Nou, en dan eigenlijk pilkertjes in alle maten en lengtes. En wanneer kies je voor wat? Nou, zeker in die harde stroming, die pilkertjes die blijven eigenlijk drijven op het water. Ondanks dat ze een aardig gewichtje hebben. Ja. Maar als ze echt los zijn, dat ik ze echt zie jagen, dan pak ik een pilkertje. Die pakken ze dan echt gelijk, zodra het in aanraking komt met water, happen ze hem al toe. Maar zo'n pilkertje is vooral fijn om mee te werpen, denk ik. Ja, echt zeker afstanden halen, achter de pijler gooien. Als je ze daar zit jagen, ja, dan hoeft hij maar even te zakken onder het water. Ik enkele haak, af en toe een kleine dreggie. Ja. Dat werkt gewoon goed. En voor de rest, ja, je moet er gewoon ver mee kunnen smijten. Het zeker op deze stek, inderdaad. Het hoofddoel is gewoon afstand te kunnen halen hier zo. Te groot, denk ik. En niet te groot. Die moet echt in de lengte blijven binnen 10 centimeter. Af en toe grote kunstenaars lukt ook wel. Ja, en wat ook werkt, af en toe dan jagen ze hier aan deze kant van de brug. Ja, dan werkt ook wel eens oppervlaktepluggies. Doen het ook wel. Dat is nog niet echt de periode? Nog niet gebeurd dit jaar, nee. Oké. Okay. Maar het gebeurt wel eens hoor. Maar mijn favoriet is gewoon echt, ja, kunstenaars van 5 tot 6 centimeter in de werpgewicht van 18 gram. Want het stroomt echt hard hier zo, anders krijg je hem niet onder water. Anders lukt dat gewoon niet. Dat werkt gewoon super. Zo'n mensen, je kan ook wat verspelen hier zo? Hier? Heel veel. Zeker als je de stek niet kent hier zo. En ja, dan is het gewoon elke hoor op spelen. Jammer dat de beter een beetje uit is nu. Ja, inderdaad. Het is een beetje over. Maar het zijn echt aasperiodes, hè? Het zijn momenten. En dat is elke dag verschillend in welke periode van de afgaande tijd ze gaan bijten. Het is wel voor 90% de afgaande tijd, dat wel. Maar wanneer, welke moment van de afgaande tijd, soms de eerste stuk, soms de laatste stuk. Daarom vissen wij in het algemeen meestal een uurtje of drie. Rien is even een paar aanbeten op de achtergrond. Ja, zag het. Kun jij wel zeggen dat het niks meer is? Ja, je moet ook kunnen vissen natuurlijk, hè? Ja? Dus ja. Kijk, ik doe maar wat. Nou, in ieder geval cool om een keer te zien dit, Mehmet. En we gaan dit nog een keer doen, toch? Zeker, ja. We hebben vandaag, drie, ik had er vijf, dus toch weer acht visjes. Ja. Ja, de grootste waren iets van 50, 55. Nou, leuk. En de stroming, hartstikke leuke vis. Het is klein, man. Ja. Kijk eens even, man, hè. Een dubbel hoek op. Een dubbel hoek, inderdaad. Komt er voor Rienus een hele grote. Dit is voor jou wel een hele grote, toch, Rienus? Ja. Maat Jumbo. Wat zal het zijn? Ja. 35 centimeter? Ja, 35 ook uit, zou je. Ja, wel vet. Even zo'n dubbel hoek op. Inderdaad. Dat is nog nooit gebeurd bij jullie. Nee. We vissen vaak samen hier, maar een dubbel hoek op hebben we nog nooit gehad. Ja, dit is gewoon echte liefde, jongens. Ja, inderdaad. Mooi. Ja. Rotterdam! Niet dan! Rotterdamse roofblij! En wat denk je dat ik pak? Op een powertail? Snoekbaars! Niet! Ja, kijk! Kleintje, maar het is wel een snoekbaars! Ja. Hey. Hoe kan dat nou? Had je hem op de bodem gevist? Nee! Tijdens het zakken! We worden magisch geworden. Ik heb twee trucjes: laten zweven en laten zakken. En daar krijg je de aanbeet. Lekker schoot, hè? Yep, hij gaat weer terug. Nou, ik heb even kennis mogen maken met die roofblij. Ze stekken niet heel ver bij mij vandaan. Mij ga je wel vaker zien. Ik vind het echt vet om mee te maken. Bedankt voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En mis niks van onze vette roofmuizen producties. Later.